Robert-Jan, de afgelopen dagen zeg je steeds, het spel is goed, de score is er nog niet helemaal naar. Hoe was dat vandaag? Het spel was ook zeker goed. Niet zo goed als de andere twee dagen. De ijzers waren iets minder scherp dan de eerste twee dagen, geef ik eerlijk toe. Van de andere kant had ik wel de kansen nog steeds, maar ik had moeite met de snelheid van de greens. De greens waren vanochtend wat langzamer, mede door de vochtigheid en het natte. Gisteren waren ze heel snel en die overgang, ja, dat vond ik gewoon erg moeilijk. En het leek wel of ik de bal niet voorbij de hole kon krijgen. En als je dan reëel bent, dan kan je ook niet 7-8 birdies maken. Dan moet je gewoon toch agressief putten. En dat was lastig vandaag. Maar op zich was ik niet ontevreden met hoe het spel ging. En mijn min 2 vandaag is een goede afspiegeling wat het was. Het was alleen jammer van hole 18 dat ik daar geen birdie, of de hele week al geen birdie weet te maken. En je ziet gewoon, als je een goede afslag hebt, dan is het geen moeilijke hole. Dus, maar helaas, dat zat er niet in. Wat is er nog mogelijk met deze score? Nou, ik denk nog steeds veel, omdat ik nog steeds heel goed speel. En het idee heb dat ik echt die lage score kan maken. En morgen start ik later, zijn de greens wat sneller, wat mij beter ligt. En ik denk nog steeds dat ik een ronde van 4, 5, 6 onder par kan maken. En dan denk ik zeker dat ik ook in de top 10 zit. Dankjewel.